Op de dag van de duurzaamheid bezocht de Nijmeegse schrijfster Marloes Morshuis verschillende middelbare scholen in de stad om haar nieuwe boek Borealis aan de leerlingen te presenteren. Het spannende verhaal heeft alles te maken met het thema milieu, dat in onze samenleving met de opwarming van de aarde nog altijd een actueel onderwerp is. Nou, ik vind het heel belangrijk. Vorig jaar heb ik het idee bedacht. Het was vlak voor de klimaattop. Dus het was extra actueel en ik maakte me daar ook een beetje druk over. Ik werd er zelfs een beetje boos van, omdat ik vind dat volwassenen eigenlijk veel te weinig doen om kinderen een mooie aarde na te laten. Dus ik dacht, ik wil een spannend verhaal, maar wel waarin zit de klimaatverandering en dan een beetje specifiek hoe volwassenen kinderen daar een beetje in verraden. Ik vind het thema wel interessant om een beetje erachter te komen wat je er allemaal tegen kan doen. En ik vind het ook leuk dat er nu een boek over geschreven is om mensen gewoon te zorgen dat mensen iets beter op gaan letten op het klimaat en alles. Het begint eigenlijk al op de eerste pagina van BAM. Er zijn 180 kinderen ontvoerd in een kamp. En waarom? De hoofdpersoon Joppe die wil maar één ding en die wil naar huis. Dus er zit een heel spannend element in. Het speelt in een heel onherbergzaam gebied. Daar gaan ze op een gegeven moment ook nog een tocht doormaken. Dus het is ook gewoon heel spannend om te lezen. En wat ik van mensen hoor is, je weet tot het laatste pagina weet je eigenlijk niet hoe het afloopt. Dus je blijft doorbladeren en lezen. Ik vond het een hele interessante presentatie. Ik vind het ook leuk dat ze dat met een boek laten zien. Want dan willen kinderen ook dat boek lezen. En dan wordt gelijk ook iets uitgelegd. En dan begrijpen we het ook meer. Ik merk dat kinderen, als ik het voorlees, ik lees ook een spannend stukje voor uit het boek, dat ze heel stil zijn en kijken van, hoe gaat dit verder? En verder veel vragen, ook wel over het boek, maar ook wat ik zelf bijvoorbeeld voor het klimaat doe. En of het belangrijk is en hoe ik op het idee kom, dat wil eigenlijk ieder kind, of tenminste altijd wel een kind op iedere school die dat vraagt aan mij. En ook dat ze zelf er misschien even over na gaat denken van, er moet eigenlijk wel echt iets gebeuren. En misschien dat zij ook wel of zelf dingen doen, of ook wel volwassenen een beetje gaan porren van, kom op mensen. We moeten dit wel aan gaan pakken met z'n allen.